No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is no one like you. There is no one like you. No, 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 no. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is no one like you. You are the Lord, you are the Lord. You are the eyes I used to see. You are the key that opens the door. You are the owner of my soul. The bush that burneth that never consumed. What shall I render to you, my Lord? I will bow down and worship your name. You are the Lord. What shall I render? What shall I render? What shall I render to you, O Lord? I will exalt your name and shout hallelujah. What shall I render to you, O Lord? Dat is natuurlijk de vraag. Wat kunnen we aan God geven? Wat kunnen we aan God geven? Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij die alles gedaan heeft. Hij die alles weet. Wat kunnen we aan hem geven dan eer en glorie? We kunnen hem prijzen en we kunnen hem aanbidden. Dat is hetgene wat we kunnen doen. Geld heeft hij niet nodig. Bezittingen heeft hij niet nodig. Want hij bezit alles. Hij is degene die alles gemaakt heeft. Wat kunnen we aan hem geven? Dan hem te prijzen. Te prijzen met onze gezangen. Te prijzen met onze woorden. Te prijzen met onze gedragingen. Prijs de Heer. En vandaag gaan we de vraag beantwoorden hoe we dat kunnen doen. Hoe kunnen we hem prijzen? Of toch, tenminste, we gaan beginnen bij het begin. We gaan een onderwerp aansnijden vandaag en ik weet niet hoe ver we daarin zullen geraken. En het onderwerp is genaamd de Bijbel begrijpen. De Bijbel begrijpen. Het is in feite de eerste studie die wij normaal gezien aan mensen geven die in de kerk komen en die Bijbelstudie komen volgen. Het is een beginpunt in een hele reeks van Bijbelstudies die we aan de mensen geven. En misschien had dit wel de eerste of het eerste moeten zijn waar ik mee online had moeten komen, is waarom moeten wij de Bijbel bestuderen, waarom moeten wij de Bijbel begrijpen. Mijn naam is Geert Baijens, ik ben branchpastor van Believers Emblem Ministries International in Heist op den Berg. Wiens oprichter is de GO, eerwaarde Frank Uwaila, samen met zijn vrouw, pastor Victoria. En heeft hij mij deze lessen een vijftiental jaar geleden voor de eerste keer laten bekijken. En heeft hij deze lessen aan mij geleerd. Waardoor een verlangen in mijn hart gegroeid is om het woord van God te begrijpen en het woord van God te verstaan en het woord van God ook meer te gaan bestuderen en te gaan lezen. Waarom? Omdat in de Bijbel staat Gods woord en Gods richtlijnen voor ons leven, voor het leven van de mens. En ik dank God voor het leven van Reverend Frank en van pastor Victoria. En ik bid voor meer genade en voor meer zalving op hun leven in de naam van Jezus. Dus deze studie is bedoeld voor mannen en voor vrouwen, voor jongvolwassenen, die God willen leren kennen en meer van zijn woord willen weten. Of voor degenen die hun kennis van Gods woord en van God willen opfrissen of willen overbrengen aan anderen. Dus als je al meer gevorderd bent in het woord van God, maar heb je moeilijkheden om het woord van God, hoe moet ik beginnen om iemand het woord van God, of het woord van God tot iemand te brengen, dan geloof ik dat deze studie
u zal helpen vandaag. Net als mensen die naar school gaan, moet dat interesse zijn. Een overtuiging of een verlangen zijn om nieuwe dingen te leren door het bestuderen. Dus als we de Bijbel beginnen gaan te bestuderen, moet er een verlangen zijn. Het moet een verlangen zijn van de mensen om meer te weten te komen over hun eigen leven. Over dingen die ze niet kunnen leren ergens anders. Als er geen interesse of overtuiging of een verlangen is, dan geven mensen op en maken ze de cursus of de studie niet af. Wanneer je deze video bekijkt, moet er een verlangen zijn of een geloof of een interesse zijn in het kennen van God. Ook Jehovah of Yahweh genoemd en zoveel andere namen. En Gods woord, vlees geworden in de vorm van Jezus Christus. En ik hoop dat we tijdens deze studie je interesse kunnen aanscherpen. Zodat het een bestemming in je leven wordt om meer en meer over de Bijbel te lezen of over Gods woord te leren. Leerlingen op school kunnen vragen hebben. En de leerkracht moet in staat zijn om te antwoorden. Of op zoek te gaan naar antwoorden. Als het antwoord niet meteen voorhanden ligt of beschikbaar is. Als u vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende coördinaten, welke later ook bij deze video zullen gevoegd worden. Mijn e-mailadres is bayensgeert@hotmail.com. Op WhatsApp kan je mij ook vinden, Geert Bayens. En op Facebook of Messenger kan je mij ook vinden onder de naam Geert Bayens. Ik beweer niet dat ik alle kennis heb, maar God heeft en God openbaart aan hen die hem willen kennen. En de Bijbel vertelt ons in Matthäus 7:7 dat zij die vragen zal antwoord gegeven worden. En zij die zoeken, zij zullen vinden. En zij die op de deur kloppen, voor hen zal worden opengedaan. We gaan deze studie vandaag beginnen met gebed. En later zullen we ook uitleggen waarom we Bijbelstudie met gebed moeten beginnen. Als je niet gewend bent om te bidden, dan kun je ook gewoon herhalen als ik vandaag bid. Vader onze Heer, vandaag danken wij u. Wij danken u voor deze boodschap, wij danken u voor deze Bijbelstudie. Wij bidden tot u dat je ons wijsheid zal geven. Want jij bent degene die het woord gesproken heeft. Jij bent degene die mensen geïnspireerd hebt om dit woord neer te schrijven. Vader onze Heer, leid ons in deze Bijbelstudie en laat wijsheid aan ons worden toegevoegd. Wijsheid waardoor wij terug in overeenkomst komen met jou en waar wij terug kunnen hersteld worden in de gelijkenis in welke jij ons geschapen hebt. In de machtige naam van Jezus hebben wij tot u gebeden. Amen. Amen. Vandaag gaan we naar het begin, naar de basis van Bijbelstudie. Wanneer we iets beginnen te bestuderen, wanneer we iets beginnen te lezen, of het nu de Bijbel is, of een ander boek of een andere cursus, kunnen we de studie, de cursus, de lezing niet afmaken als we het nut er niet van inzien. Dus we moeten eerst en vooral zien, wat is het nut? Waarom moeten wij de Bijbel bestuderen? Waarom moeten wij de Bijbel begrijpen? Waarom moeten wij de Bijbel verstaan? En dan moeten we eerst beginnen, wat is begrijpen? Wat is begrijpen eigenlijk? Begrijpen geeft de mogelijkheid om de kennis die je hebt verzameld, de informatie die je hebt ontvangen, aan iemand anders te kunnen uitleggen. Uitleggen wat het gebruik is, uitleggen wat het doel is, waarom mensen het zouden moeten weten. En daar gaan we vandaag starten. Als bijvoorbeeld een leraar moet inzicht hebben in de cursus die hij zijn studenten geeft. Dit betekent dat hij de mogelijkheid moet hebben om de reden, het gebruik, het voordeel van de gedeelde informatie uit te leggen. En dat gaan we vandaag doen. Als de leraar dit niet kan doen, zullen de studenten zich vervelen en zien ze het gebruik van het volgen van de cursus of van de studie niet in. Nu, God gebood Adam en Eva in de Bijbel om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. De Bijbel spreekt niet alleen in vermenigvuldigen over zwanger zijn of kinderen krijgen, maar ook de wijsheid die we ontvangen om die te kunnen doorgeven of te onderwijzen die God dagelijks aan hun leven had toegevoegd. Dus Adam en Eva moesten niet alleen vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen op een natuurlijke of op een fysieke manier, maar ze moesten ook de kennis die ze kregen door de samenkomst die ze hadden met God dagelijks, om die ook te kunnen overdragen op hun kinderen, op de andere mensen in hun omgeving. Prijs de Heer. Prijs de Heer. De Bijbel zegt in Spreuken 22:6, zegt onderwijs een kind zoals hij zou moeten gaan.
En wanneer hij oud is, zal hij daar niet van afwijken. Vandaag kunt u dat kind in de Bijbelstudie zijn. Een kind zijn heeft niks te maken met leeftijd, maar met kennis en met begrip, of met begrijpen. Als menselijke wezens kunnen we altijd leren. En dit betekent dat we in veel onderwijsgebieden een kind kunnen zijn. Als christenen willen we en zijn we geroepen om te evangeliseren. We moeten het woord van God verspreiden, mensen tot God brengen en hun het verlangen geven om Gods woord te bestuderen. Maar als we het voordeel van God en van Gods woord aan het leven het woord van God dat aan ons leven wordt toegevoegd, het nut daarvan niet kunnen uitleggen aan mensen, dan zullen zij naar andere alternatieven gaan zoeken. Dan zullen ze naar andere mogelijkheden gaan zoeken. Dan zullen ze naar andere studies gaan zoeken, waar ze wel vinden, waar ze wel het nut van inzien. En daarom, als mensen niet kunnen weten wat het nut is, dan gaan ze op zoek naar alternatieven of blijven ze in ongeloof. Dus een eerste reden om de Bijbel te bestuderen is dat het andere informatie bevat dan andere cursussen. Boeken met een andere benadering van de problemen of het omgaan met problemen. We komen te weten dat zelfs als wij als mensen geen oplossing hebben, problemen nog altijd een oplossing hebben. Door God. Prijs de Heer. Dus dat is de eerste reden. Ook al heb je een probleem, ook al is er niemand in je omgeving die het probleem kan oplossen, God kan nog altijd een probleem oplossen. In vele gevallen zien we, als we door de boeken van Matthäus en Marcus en de Gospels lezen, van Lucas en Johannes, dan zien we dat mensen naar Jezus kwamen. Waarom kwamen ze naar Jezus? Omdat ze geen oplossing hadden voor hun probleem. Een voorbeeld vinden we in Lucas 8, 9, waar de vrouw met de bloedvloei naar Jezus kwam, nadat ze overal geweest was. Ze had in alle ziekenhuizen geweest, ze had bij alle wetenschappers geweest, ze had bij alle dokters geweest en niemand kon haar probleem oplossen. Tot ze naar Jezus reikte, tot ze de boord van zijn kleed kon aanraken. En op die moment was ze genezen. Op die moment was ze genezen. Dus dat is een van de redenen. Als er nergens geen oplossing meer is, dan kan je nog altijd bij God terecht. Dan kan je nog altijd bij Gods woord terecht. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Het boek dat we bestuderen wordt ook genoemd de Bijbel of het woord van God. En alles wat we leren komt uit dit boek. Dus alles waar we gaan over spreken, komt uit dit boek. We kunnen de kennis uit dit boek niet combineren met andere kennis. Tijdens de studie zullen we zien en leren dat de kennis van God hoger is dan elk andere kennis. En Gods wegen zijn niet onze wegen. Jesaja 55, versen 8 en 9 zegt: want mijn gedachten zijn niet jouw gedachten, nog zijn jouw wegen mijn wegen, zegt de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en zijn mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Prijs de Heer. Zelfs in de wetenschap en in de wiskunde zijn er dingen of uitspraken die we moeten accepteren zonder bewijzen. In de wiskunde worden deze axioma's genoemd. Axioma's zijn niet bewezen, maar ze zijn fundamenteel voor de wiskunde. Al de rest, of een groot deel van de wiskunde, is gebaseerd op deze veronderstellingen. Deze dingen die men eerst moet geloven, deze dingen die men eerst moet aanvaarden. Daarop is de hele wiskunde gebaseerd. Prijs de Heer. Dat klinkt voor mij heel erg als geloven. Ook al is er veel discussie tussen wetenschappers en tussen gelovigen. Maar ik vertel je vandaag, het geloof en de wetenschap gaan hand in hand. Want de wetenschap past perfect in het plaatje van de Bijbel. Maar er is iemand die een hogere wetenschap heeft. Er is iemand die een hogere kennis heeft. Er zijn hogere wegen. En we moeten dat leren aanvaarden als mensen. We moeten dat leren aanvaarden. Een van de eerste dingen die we moeten leren aanvaarden, is dat God een grotere kennis heeft dan wij hebben. En dat er bepaalde dingen zijn die in het woord van God gesproken zijn, die we zo moeten aannemen. Die veronderstellingen, die dingen die waar we zo kunnen over twijfelen, dat we die zo moeten aannemen. Juist zoals in de wiskunde, juist zoals in de wetenschap, zijn er veronderstellingen waarop de wetenschap, waarop de wiskunde gebaseerd is. En zelfs de wetenschap die uitgaat van metingen en die de wiskunde probeert te bewijzen, die dingen zijn beperkt. Dus de wetenschap is beperkt. De kennis van de mens is beperkt. Op een bepaald moment stoot de mens op zijn limieten. En daar is waar God uitweg brengt.
Dat is waar God uitbrengt. Een uitweg brengt. Dat is waar we onze weg kunnen vinden in de Bijbel. Dus dikwijls proberen mensen de Bijbel in de wetenschap te plaatsen. Maar je kan niet iets dat groter is plaatsen in iets dat kleiner is. Dus de wetenschap van mensen moet geplaatst worden in de wetenschap van God. Omdat Gods wetenschap groter is dan de wetenschap van de mens. Prijs de Heer. Prijs de Heer. De Bijbel sprak er via profeet Jesaja al over in het vers dat we net gelezen hebben. Gods wegen, Gods gedachten, Gods kennis en begrip zijn hoger, zijn groter dan het denken en het begrip van de mens ooit zal zijn. Dit geeft ons een tweede reden om de Bijbel te bestuderen. Het geeft ons de manier waarop God denkt en ziet. Waarom dingen gebeuren en waarom dingen niet gebeuren. Dingen die we nooit zullen weten als we de schepper van alles niet leren kennen. Dus we moeten de Bijbel leren kennen, we moeten de wetenschap, we moeten het woord van God leren kennen, omdat er anders wetenschap zal zijn, omdat er anders kennis zal zijn die we nooit kunnen vergaren. Omdat er anders dingen zullen zijn die we nooit zullen kunnen verklaren met dat kleine kopje dat we hebben, met die kleine hersenen die we hebben. Prijs de Heer. Een kind moet bijvoorbeeld ook dingen accepteren die zijn ouders zeggen. Hoewel kinderen deze niet kunnen begrijpen. Waarom? Maar op latere leeftijd bewijst dat de ouders gelijk hadden. Dus kinderen, als kinderen moeten wij dingen aanvaarden van onze ouders. Als we klein zijn, moeten we dingen aanvaarden van onze ouders. Ook al kunnen we die niet begrijpen. Waarom? Waarom? Omdat de wijsheid en de kennis van onze ouders groter is. Prijs de Heer. De Heer is de oudste. Hij is degene die altijd bestaan heeft. Niemand heeft hem gemaakt. Niemand heeft hem gecreëerd. Hij heeft alle wijsheid. Hij is alwetend. En daarom moeten we onze kennis neer laten buigen voor de kennis van God. En daarom moeten we het woord van God bestuderen. Op dezelfde manier zijn wij kinderen van God als we de Bijbel juist beginnen gaan te bestuderen. Op dat moment worden we herboren. Er zijn nieuwe dingen die aan ons geopenbaard worden. Er zijn nieuwe dingen die we moeten leren kennen. En deze dingen moeten we in de eerste plaats aanvaarden. Voor God zijn we als pasgeboren kinderen, wanneer we de Bijbel gaan lezen en bestuderen in het begin. We moeten leren opnieuw te lopen. We moeten leren opnieuw te zien. We moeten leren opnieuw te horen. Opnieuw te voelen op de manier dat God ons heeft geschapen. Niet op de manier dat de wereld wil dat we de dingen zien. Niet op de manier dat de wereld wil dat we dingen horen. Niet op de manier dat de wereld wil dat we dingen aanvoelen. De Bijbel begint ermee. In het scheppingsverhaal in Genesis 1, vers 26. En de Bijbel zegt, toen zei God, laat ons de mens maken naar ons evenbeeld, naar onze gelijkenis. Laat hen heersen over de vis van de zee, over de vogels van de lucht, over het vee, over de hele aarde en over elk kruipend dier dat op de aarde kruipt. Oorspronkelijk zijn mensen gemaakt naar de gelijkenis van God. Maar omdat de mens zijn geloof in het woord van God beschaamde, is de mens gescheiden van dat evenbeeld. Door ongehoorzaam te zijn aan wat God heeft gezegd, aan Gods woord, wat zonde wordt genoemd, later zullen we daar meer over spreken. Daardoor zijn we van het evenbeeld van God afgeweken. Nu, de Bijbel leert ons hoe we terug kunnen keren naar de oorspronkelijke schepping, die de gelijkenis aan God is, en hoe we van de zonde kunnen afkeren. De zonde welke de bron is van kwaad dat we in ons leven ervaren. Dus, en dat geeft ons een derde reden al. Dit geeft ons een derde reden waarom we de Bijbel moeten lezen en moeten leren begrijpen. De Bijbel leert ons hoe we terug kunnen komen in gehoorzaamheid aan God en ons afkeren van de zonde, welke het probleem is van alle problemen die we kennen. Van elk probleem dat we kennen vandaag is zonde de oorzaak. Vandaag geloven mensen dat hun eigen kennis voldoende is. Maar voor zoveel dingen heeft de mens geen oplossing en geen antwoord. Kijk maar naar de milieuproblemen die we vandaag kennen. Ze zijn veroorzaakt door de kennis van de mens. Wanneer de industriële revolutie 100 jaar of langer geleden begon, zag de mens enkel de voordelen, de winst ervan. Maar kon hij de problemen niet inschatten die het later zou veroorzaken vandaag.
En vandaag is er veel discussie over de bron van energie. Welke we zouden moeten gebruiken? Zouden we moeten blijven doorgaan met koks, met steenkool, met brandstof, met olie, met gas of met kernenergie? Windenergie en zonne-energie lijken vandaag de oplossing. Maar hoe zit het morgen? Hoe zit het morgen? Gods kennis reikt verder dan vandaag. Maar vandaag zijn te veel mensen zo ver van God dat kwesties, discussies, problemen zullen blijven opduiken. Het is alleen wanneer de voltallige mensheid, zich terugkeert naar God, dat in overeenkomst en in eenheid zullen alle problemen worden opgelost. Maar dat is een andere leer. Dat is voor een andere keer. Laten we ons vandaag eerst richten op onszelf en niet op de volledige mensheid. We beginnen bij jezelf is een goede start. Je kan niet van anderen verwachten wat je zelf niet doet. Prijs de Heer. Nu, wat de Bijbel betreft, zeker in het begin, zijn er dingen die we moeten accepteren. Juist zoals we zeggen, in de wiskunde moeten dingen geaccepteerd worden. In de wetenschap zijn er dingen die geaccepteerd worden. Zonder te begrijpen. Later, wanneer we meer kennis en begrip verzameld hebben, zullen we ook inzicht krijgen in deze dingen die we aanvankelijk zonder bewijs accepteerden. Nu, dat wordt geloof genoemd. Dingen accepteren zonder dat je er bewijs voor hebt, dat is geloof. En zelfs de wetenschap, zelfs de wiskunde is gebaseerd op geloof. Geloof heeft een definitie in de Bijbel. In Hebreeën 11:1 kunnen we lezen: nu is geloof de inhoud van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11:1 zegt: nu is geloof de inhoud van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet. In het begin van ons geloof in God en in Gods woord moeten we dingen aannemen. Dit wordt een stap van het geloof genoemd. Een stap in het geloof genoemd. Een stap in het onbekende. Als de ontdekkingsreizigers niet aan land gestapt waren van Amerika, hadden we nooit dat continent leren kennen. Zij moesten een stap nemen. Wij ook moeten een stap van het geloof nemen. Geloven dat wat we eerder nooit gezien hebben. Geloven dat wat we nooit daarvoor ervaren hebben. Prijs de Heer. We moeten een stap van het geloof nemen. Geloven wat we nooit eerder gezien hebben. Wat we nog nooit eerder gehoord hebben. Dingen die zelfs onmogelijk lijken. Zelfs als we het niet op voorhand kunnen bewijzen. Er is een noodzaak. En die noodzaak noemen we hoop. Hopen dat wat we nooit hebben gezien, dat het zichtbaar zal worden. Dat wat we nooit ervaren hebben, dat we dat zullen kunnen ervaren. Omdat andere mensen je vertellen dat ze het hebben gezien. Dat ze het hebben meegemaakt. Erover hebben gehoord. Geloof is dat wat men hoopt te zien, maar nog niet gezien heeft. Prijs de Heer. Prijs de Heer, ik geloof dat vandaag iemand zijn vertrouwen, zijn verlangen wordt aangescherpt om meer te kennen over het woord van God. Vandaag proberen we uit te leggen waarom, wat is de noodzaak? Waarom moeten wij de Bijbel bestuderen en waarom moeten wij de Bijbel leren verstaan? Prijs de Heer, omdat Gods wetenschap meer is dan onze wetenschap. Omdat problemen kunnen opgelost worden. Die door niemand anders kunnen opgelost worden. Wanneer we naar God reiken. En wanneer we naar Gods woord reiken. Prijs de Heer. Veel verhalen in de Bijbel klinken vandaag ongelooflijk. Of onmogelijk. Omdat de wetenschap ze niet kan bewijzen. Of mensen het niet kunnen uitleggen. Maar we moeten hoop hebben. Hoop hebben dat de dingen die we niet eerder hebben gezien. Door God zullen worden bewezen. Als we een stap in het geloof nemen. Als we een stap in het geloof nemen. We moeten dingen, veronderstellen dat God bestaat. We moeten veronderstellen dat de dingen die geschreven zijn in Gods woord, dat die waar zijn. En als we van die veronderstelling kunnen uitgaan, dan wordt die hoop, dat geloof, dat wordt zichtbaar. Het onzichtbare wordt dan zichtbaar. Bijvoorbeeld in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament kunnen we tot op de dag van vandaag lezen over vele wonderen die we niet
kunnen verklaren. Jezus liep op water. Er zijn veel genezingen die niet verklaard kunnen worden. Er zijn zoveel dingen gebeurd die Jezus deed. Die niet kunnen verklaard worden. Als we geloven dat ze mogelijk zijn, dan kunnen ze ook mogelijk worden. Omdat de Bijbel ons vertelt dat met God alle dingen mogelijk zijn. In Matteüs 19, 26 vertelt Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn hoorders, dat met God alle dingen mogelijk zijn. Zelfs als ze onmogelijk lijken voor de mens. Dus al die dingen die zijn beschreven, die staan in de Bijbel, maar we moeten die leren aannemen. We moeten ervan uitgaan dat die dingen echt wel waar kunnen zijn. Dat die dingen wel echt kunnen tot stand komen in ons leven. Ik zei het voordien, ook de wiskunde is gebaseerd op axioma's, op veronderstellingen. Verschillende mensen in onze kerk werden bijvoorbeeld vruchtbaar verklaard. En ik ga nu een voorbeeld geven van vandaag niet uit de Bijbel, maar wel gebaseerd op de Bijbel. Verschillende mensen in onze kerk waren vruchtbaar verklaard door artsen. Het was onmogelijk voor hen om een kind in de baarmoeder te ontvangen. En dit werd door gespecialiseerde artsen in de gynaecologie bevestigd. En ik spreek niet over één enkele keer of één enkele gebeurtenis, maar zeker 5 tot 10 keer dat ik dit heb meegemaakt in onze kerk. In de tijd dat ik God heb leren kennen, in de laatste 15 jaar, heb ik dat zeker 5 tot 10 keer meegemaakt, dat mensen die onvruchtbaar verklaard worden, of waren, dat die een kind ontvangen, of dat die gezonde kinderen gebaard hebben. Artsen konden het niet uitleggen. Maar de Bijbel geeft ook vele voorbeelden van onvruchtbaarheid, die omgezet werd in vruchtbaarheid. Je kan de verhalen lezen van Abraham en Sarah. Je kan de verhalen lezen van Isaac en Rebecca, van Jacob en Rachel, van Hanna, van Zachariah en Elisabeth. Waarom? Hoe gebeurt dit? Hoe gebeurt dit? De Bijbel vertelt ons dat geen van de mensen van Israël, of van de mensen die geloof hechten in hem, onvruchtbaar zullen zijn. Als zij de geboden of zijn geboden zullen volgen. In Deuteronomium 7:14 zegt de Bijbel, je zult gezegend zijn of gezegend worden boven alle volken. Er zal geen mannelijke of vrouwelijke onvruchtbare onder u zijn. Of onder uw vee. Wij in de kerk hebben gezien wat niet gezien kon worden. Wat onmogelijk leek te zijn. Voor mensen. Zeer wijze mensen. En gerespecteerde mensen. Met alle respect voor dokters. Maar het was niet onmogelijk voor God. Het was onmogelijk voor hen. Maar het was niet onmogelijk voor God. U hoeft God niet te zien. Want God is geest. Je hoeft enkel te geloven dat hij nog steeds deze dingen kan doen als voorheen. Hebreeën 13, 8 en 9 zegt, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Houd u niet bezig met verschillende of vreemde doctrines. Dat is geloof. Dat is geloof. De Bijbel zegt dat Jezus, het woord van God, is nog altijd hetzelfde. En daarom zijn deze dingen kunnen gebeuren. Omdat mensen tot geloof kwamen. Zij accepteerden, ze veronderstelden dat de dingen die gebeurden in het leven van Abraham, van Abraham en Sarah, van Isaac en Rebecca, van Jacob en Rachel, van Hanna, dat die verhalen, dat die ook konden waar zijn in hun leven. Ze moesten niet verstaan waarom. Ze aanvaarden dat. Ze aanvaarden dat. Zoals een axioma in de wiskunde, aanvaarden zij dat de God die dit gedaan had voordien, dat hij het ook zou kunnen doen voor hen. Prijs de Heer. En daarom hebben wij in de laatste 10, 15 jaar, hebben wij zulke gevallen 5 tot 10 maal in de kerk gezien. Waarom? Juist omdat die mensen geloofden. Juist omdat die mensen geloofden. Prijs de Heer. De Bijbel zegt ons dat we het woord van God niet mogen mixen met andere of vreemde doctrines of onderwijzingen. Jezus Christus is dezelfde vandaag en voor eeuwig. Houd u niet bezig met verschillende en vreemde doctrines. Het enige wat we moeten geloven is het woord van God. Ik heb het al gezegd, het woord van God is groter. God kan niet alles in detail uitleggen. Als God alles wetenschappelijk zou moeten bewijzen en wetenschappelijk zou uitleggen, dan zouden de boeken die nodig zijn hier op aarde, de aarde zou die niet kunnen bevatten. Als God alles in detail moet uitleggen, waarom we dit niet mogen doen, waarom we dat moeten doen, dan zouden de boeken op aarde niet kunnen bevatten. En ja, dan konden wij hier ook niet op aarde zijn. Dus
God kan niet alles in detail uitleggen. Daarom zijn er bepaalde dingen die we moeten geloven. En als we geloven, dan zullen we de manifestatie ervan zien. Dan zullen we de dingen zien waar we op hoopten. Maar die ongezien waren, die zullen zichtbaar worden in ons leven. En dit geeft ons reden nummer 4 om de Bijbel te bestuderen. Het woord van God is vandaag nog steeds mogelijk. Maar we moeten weten dat het eerder is gebeurd en in de Bijbel is geschreven. Daarom is het best dat we zijn woord bestuderen en begrijpen. Wanneer de Bijbel zegt dat je niet onvruchtbaar zult zijn, zoals we gelezen hadden in Deuteronomium 7:14, en dat we die wijsheid niet mogen mengen met andere leren of met andere doctrines, dan hebben we geloof nodig. We hebben geloof en bereidheid om meer te leren over deze doctrine die God ons in de Bijbel gegeven heeft. Dus we moeten de Bijbel proberen te begrijpen door de manifestaties die plaatsvinden in ons leven. We mogen dat bewijs niet negeren. Als dokters hebben gezegd, die mensen kunnen geen kinderen krijgen. Maar nu hebben ze toch kinderen. Is dat geen bewijs? Dat is een bewijs. Zoals er in de wiskunde, in de wetenschap bewijzen zijn. Maar we moeten eerst geloven. We moeten eerst geloven, veronderstellen dat wat God gezegd heeft, dat waar is. En als we dat kunnen accepteren, dan kunnen we dingen zien. Dan kunnen we de manifestaties van God zien. De Bijbel zegt dat zonder geloof niks mogelijk is. Zonder geloof is niks kan God niets doen in ons leven. Daarom hebben we geloof nodig. We hebben geloof nodig. We hebben geloof nodig. Geloof kost geen geld. Geloof is gratis. Terwijl elk bezoek aan onze raadgevers in de wereld geld vereist. Een arts moet je betalen. Een advocaat moet je betalen. Een ingenieur moet betaald worden. Maar geloof in God is gratis. Als we geloof praktiseren, bewijst God zichzelf. Zoals Hij in het verleden ook heeft gedaan, zo zal Hij het ook vandaag en in de toekomst terug doen. God verandert niet. Gods woord verandert niet. Geloof is nodig in de dingen die we niet kunnen begrijpen. Zodat God kan bewijzen wanneer we groeien in de kennis en in het begrip door ervaring. We leren begrijpen wat we voorheen niet konden begrijpen. Ben jij klaar om God te ervaren? Als we de Bijbel willen begrijpen, is er behoefte om een eerste stap in het geloof te zetten. En ik geloof dat terwijl jij tot hier bent doorgegaan om naar deze boodschap te luisteren, je een stap in het geloof hebt gezet. De Bijbel vertelt ons dat het geloof komt door te horen en horen door het woord van God. Dus de meer dat we het woord van God horen, de meer zullen we het gaan geloven. En de meer dat we gaan geloven, de meer zullen we de ervaringen zien. En de meer dat we gaan de ervaringen zien, de meer dat wij ook het woord van God zullen gaan verkondigen. En de meer dat andere mensen ook het woord zullen horen. En de meer dat andere mensen het woord horen, zullen zij het woord van God ook ervaren. Geloof komt door te horen. En horen door het woord van God. Blijf dus verder luisteren. Geef niet op. Als we willen groeien in het geloof, of tot geloof komen, moeten we het woord van God horen of bestuderen. Het horen van een predikant of van een leraar. De vijfde reden om het woord van God te bestuderen is dat wanneer we het woord van God bestuderen, wanneer we het woord van God horen, dan zal geloof worden toegevoegd. Ons geloof zal beginnen groeien. En geloof maakt ons meer te ervaren. En meer ervaringen zal ons geloof doen groeien. Prijs de Heer. Maar we moeten eerst een stap in het geloof zetten. Voordien hadden we het over begrijpen. Begrijpen is nodig om de kennis die we verzamelen tot wijsheid te maken. We kunnen informatie of kennis verzamelen, maar wanneer er geen begrip aan toegevoegd wordt, dan blijft deze informatie zonder meer. En het kan geen wijsheid worden. Dus wanneer je kennis verzamelt, als je dingen leest, en je begrijpt die dingen niet, dan wordt het geen wijsheid. Maar als we aan de kennis die we vergaren, als we aan het lezen begrip toevoegen,
Als we die dingen kunnen begrijpen, dan worden deze wijsheid in ons leven. En wijsheid is een domein. Wijsheid is een gebied waarin de wijzen regeren. Net zoals een koninkrijk het domein is waarin een koning regeert. Nu, een koninkrijk heeft grenzen. De koning van België, hij kan dingen zeggen in België en mensen dienen die te aanvaarden. Maar als de koning van België in Frankrijk gaat of in Duitsland gaat, kan hij de mensen daar niet zeggen wat zij moeten doen. Hij heeft enkel een domein waarin hij kan regeren. Hij heeft enkel een domein waarin hij de wetten van België kan laten uitvoeren of op toezien. Prijs de Heer. Maar wijsheid heeft geen grenzen. Tenzij je kennis verzamelt en er geen begrip aan toevoegt. Wijsheid kan je gebruiken in Amerika. Wijsheid kan je gebruiken in Europa. Wijsheid kan je gebruiken in Afrika. Zelfs op de maan of elders in het universum kan wijsheid worden gebruikt. Maar we moeten kennis vergaren en er begrip of begrijpen aan toevoegen. Nu, de kennis waarover we vandaag spreken, is de kennis die vervat is in het woord van God. Het begrip van dit woord, of het begrijpen, zullen we later de geest van God noemen. Wanneer we begrip of de geest van God toevoegen aan het woord van God, dan manifesteert de kracht van God. In Johannes 3 legt Jezus uit aan Nicodemus dat eerst moeten we gedoopt worden door water of door het woord van God en later door de kennis, wat de kennis van God is, en dan zal de doop van de geest komen. Dus je moet eerst kennis verzamelen, je moet eerst beginnen lezen. Je moet eerst het woord van God beginnen gaan te lezen. En als je het woord van God begint gaan te lezen en het begint op te mediteren, dan zal deze omgevormd worden tot wijsheid wanneer we tot begrip komen. Prijs de Heer. Dus we moeten eerst gedoopt worden door het woord van God en later door de geest van God. En wanneer deze twee samenkomen, dan wordt het woord van God wijsheid in ons leven. En als het woord van God wijsheid in ons leven wordt, dan keren we terug naar het evenbeeld van God. We kunnen het woord van God begrijpen door te mediteren in het woord van God. Samen, het woord en de geest van God, manifesteren ze de kracht van God, waardoor we hersteld worden in het evenbeeld van God, waarin we zijn geschapen sinds het scheppingsverhaal in Genesis 1:26, het begin dat we eerder noemden en lazen. Nu, in Handelingen 1 en 2 spreekt de Bijbel over de dag van Pinksteren, of de dag dat begrip of de geest van God werd toegevoegd aan het woord van God. Jezus, het woord van God, volgens Johannes 1, was geopenbaard aan de discipelen. Nu hadden ze nog begrip nodig. En de Bijbel zegt dat ze begrepen niet waarom of wat Jezus kwam doen. En ze begrepen ook niet wie zij waren. Ze begrepen niet wie zij als mensen waren. Ze begrepen niet dat zij in het evenbeeld van God gecreëerd waren. Ze begrepen niet dat zij hetzelfde konden doen, dat wat Jezus ons had voorgedaan. Prijs de Heer. En het moest geopenbaard. Jezus was geopenbaard. Voor 3,5 jaar hadden ze samen met Jezus opgetrokken. Ze hadden het woord van God. Ze hadden de kennis. Maar ze hadden nog niet het begrip. De Heilige Geest moest nederdalen. Jezus zei dat ze in eenzelfde plaats moesten blijven. En wat moesten ze in die plaats doen? Ze moesten mediteren op het leven van Jezus. Ze moesten spreken over het leven van Jezus. Jezus was gestorven. En ze waren over Jezus aan het praten. En in het begin waren ze alleen maar aan het praten hoeveel verdriet het hen gedaan had dat Jezus gestorven was. En hoeveel pijn ze hadden. Maar snel draaide het om. Snel begonnen ze te praten over al de wonderen. En al de mirakels. En al die grootste dingen die Jezus gedaan had. Ze begonnen te mediteren op het leven van Jezus. En als ze aan het mediteren van Jezus waren, en Jezus had hen beloofd, ze zei, de geest van God zal op jullie nederdalen. En hij zal jullie kracht geven. Hij zal jullie kracht geven om het goede woord, om het goede nieuws, dat goede nieuws dat ik ook gebracht heb aan jullie. Jullie zullen datzelfde goede nieuws met kracht verkondigen. En we zien hetzelfde waar worden. We zien hetzelfde waar worden. Op de dag van Pinksteren, welke we zeer binnenkort vieren, ik geloof op 9 juni, welke we vieren, is een herdenking van deze kracht. Van deze kracht. Of van het begrijpen dat op de volgelingen van Jezus kwam. Eerst hadden ze kennis verzameld in de nabijheid van Jezus. Maar later, door te mediteren op die kennis, werd er wijsheid, of werd deze kennis omgedraaid, of
omgevormd tot wijsheid, doordat ze begrepen. Ze begonnen te begrijpen wie zij waren. Ze begonnen te begrijpen wie zij waren als volgelingen van Jezus. Dat zij niet juist volgelingen waren, maar dat zij ook in dat evenbeeld konden terugkeren. Door te begrijpen en door te aanvaarden dat zij ook konden doen dat wat Jezus deed. En daarom, wanneer we verder lezen in Handelingen, dan komen we in Handelingen 3 terecht. En we zien dat wanneer we Handelingen 3 beginnen gaan te lezen, dat Petrus en Johannes, zij komen bij de ingang van de tempel. En bij de ingang van de tempel zat er een kreupele man, zat er een lamme man. En elke dag werd die man daar neergeplaatst. En wanneer ze deze man daar neerplaatsten, begon hij aan te bedelen. En Petrus en Johannes kwamen daar aan. En ze zagen deze man zitten en ze voelden in hun hart de pijn dat deze man moest doorstaan. En de man keek naar hen. En hij bedelde en hij vroeg voor geld. Want dat was het enige wat hij kende. Hij wist niet beter. Maar Petrus en Johannes, in de geest van God, in het begrip of in het begrijpen wie zij waren, zij bidden voor deze man. En zij zeiden: zilver en goud hebben wij niet. Geld hebben wij niet. Maar er is iets anders wat we hebben. Wij hebben in ons de kracht van God. Welke volgens 1 Johannes 4:4. De Bijbel zegt dat hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Er is een kracht in ons. Er is een kracht die schuilt in jou. En die moet je leren kennen. En je kan die alleen leren kennen door de Bijbel te bestuderen en de Bijbel te verstaan. Prijs de Heer. Prijs de Heer. En we zien dat vanaf het moment dat Johannes en Petrus bidden voor deze man. En ze zeggen: wij bidden in de naam van Jezus. Sta op. Sta op. Sta op. En onmiddellijk voelde deze man kracht in zijn lichaam komen. Hij voelde kracht in zijn lichaam komen. En ik ga vandaag hier de studie afsluiten. Dus en we zien hier dat er een zesde reden is om het woord van God te bestuderen. Dat is dat wij worden door het woord van God te bestuderen en door het woord van God te begrijpen, worden wij hersteld in de macht. In de macht of in de kracht die in ons huisde of die in ons gehuisd heeft. Aanvankelijk toen God ons gemaakt heeft. Of hoe wij gemaakt worden of hoe Adam gemaakt was door het woord van God. Want de Bijbel zegt in Genesis 1:26. En God zei. God zei. Wat deed God? God sprak. Wat betekent dat als God spreekt? Wanneer God spreekt, brengt hij woorden voort. En hij zegt: door het woord van God, door mijn woorden, maak ik de mens in mijn gelijkenis. Vandaag moet jij weten. Vandaag moet jij weten. En misschien begrijp je het niet. Misschien kan je het niet verstaan. Maar vandaag bid ik voor iemand. Vandaag bid ik voor iemand zoals Petrus en zoals Johannes, voor de lamme man bij de tempel zat. En die voor jaren had hij gebedeld. De Bijbel zegt, vanaf het moment dat hij uit de baarmoeder van zijn moeder was gekomen, was hij lam geweest. En hij wist niet waarom. Hij wist niet waarom. Hij wist niet of het de zonde was van de vader. Hij wist niet of het de zonde was van de moeder. Waardoor hij lam geboren was. Hij wist niet dat het zijn grootouders waren. Of het de zonde was die in de familie, in de bloedlijn was. Van de familie. Maar vandaag wil ik voor iemand bidden. Vandaag wil ik bidden. En ik wil de Bijbelstudie die nog maar halverwege is. En welke ik bij Gods genade volgende week zal verder zetten. Vandaag wil ik bidden. Wil ik bidden voor iemand. Vandaag wil ik bidden voor jou. Voor jou die pijn heeft. Al jaren. Al dagen. Ik kan u geen geld geven en ik kan u geen zilver geven. Of ik kan u geen geld geven. Zoals Petrus en Johannes zeiden. Maar ik kan wel één ding doen. Ik kan de kracht tonen in het woord van God. Ik kan de kracht tonen in het woord van God. Als Petrus en Johannes die kracht in zich hebben, dan hebben wij ook die kracht in ons. En vandaag bid ik voor u. Voor jou die pijn doorstaat. Of het nu van je hoofd is. Of het van je arm is. Of het van je hart is. Of het van je benen is, of het van je buik is, of van je borstkas. Waar die pijn ook is, of het in je voet is. Vandaag bid ik in de naam van Jezus. Dat deze pijn nu verdwijnt in de naam van Jezus. Dat deze pijn nu verdwijnt in de naam van Jezus. Ik bid dat deze pijn, als jij morgen vroeg opstaat, dat je deze pijn niet meer zal voelen. Ik bid dat deze pijn zal weg zijn. Ik bid dat deze pijn zal weg zijn.
Kon jij niet lopen, dan bid ik dat jij zal lopen. Kon jij niets vastnemen, dan bid ik dat jij zal vastnemen. Kon jij niet zien, dan bid ik dat jij zal kunnen zien. Kon jij niet horen, dan bid ik dat vandaag dat je zal horen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Want Jezus heeft ons deze kracht gegeven. Het woord van God heeft ons deze kracht gegeven. Maar het woord, we moeten leren begrijpen dat deze kracht in ons huist. Dat deze kracht in ons huist. Vandaag bid ik ook dat er iemand tot het inzicht zal komen dat het woord van God in zijn leven nodig is. Dat je het woord van God nodig hebt. Dat je het woord van God moet leren verstaan. En wij hebben verschillende bijbelstudiegroepen. Ik kom juist van een bijbelstudiegroep in Herentals. Nadien ben ik naar een bijbelstudie gegaan in Geel. En daarna ben ik deze studie online begonnen. Je ziet, het woord van God, we moeten het woord van God. Je bent welkom in onze kerk. Je bent welkom in andere kerken, in bijbelgefundeerde kerken. Waar je het woord van God kan bestuderen. God verwacht jou. God verwacht jou. Hij wil dat je terugkeert. In gehoorzaamheid aan hem. Hij wil dat we zijn woord terug beginnen gaan te volgen. En als we zijn woord kunnen volgen, juist zoals de discipelen, juist zoals Petrus en Johannes het woord van God begonnen gaan te volgen, zij manifesteerden in kracht. Zij manifesteerden in kracht. Ik geloof vandaag dat iemand de kracht van God ervaren heeft. Ik geloof vandaag dat iemand de kracht van God ervaren heeft. We gaan niet afsluiten van vandaag. Want ik weet ook één ding. Wanneer je een bijbelstudie of wanneer je één andere studie te lang rekt, dan gaat de aandacht ook weg. Dus volgende week gaan we deze studie verder zetten. Dus ik wens jullie nog een gezegende nacht en een vredevolle nacht. En ik bid dat jullie tot inzicht zullen komen. Ik bid dat jullie een verlangen zullen kweken dat reikt naar Jezus. Juist zoals de vrouw met het bloedprobleem. Juist zoals de vrouw met het bloedprobleem. Zij reikte naar Jezus. Zij reikte naar het woord van God. Vandaag is er iemand die naar het woord van God moet beginnen gaan te reiken. Want als je het woord van God begint gaan te verstaan, dan zal je de manifestatie van God in je leven zien. In de naam van Jezus. Ik zie je volgende week terug bij Gods genade. God zegen. Bye bye.